Welkom bij weer een nieuwe video. Mijn naam is Erik van Vuren en in deze video gaan we jullie foto's bewerken. Ik heb een oproepje gedaan op Instagram en daar hebben jullie massaal gehoor aan gegeven. Ik heb echt waanzinnig veel foto's ontvangen, dus dank je wel daarvoor. We gaan er zo mee aan de slag. Mocht je jouw foto niet terugzien, spijt me zeer alvast. Het waren er dusdanig veel dat ik een echte selectie heb moeten maken. Maar als er genoeg leuke reacties natuurlijk onder deze video komen, dan kunnen we natuurlijk altijd een versie 2 of zelfs een versie 3 maken. Stuur gerust nog steeds je foto's in. Dat kan via een linkje die in de beschrijving van deze video staat. Voordat we van start gaan is het natuurlijk wel even belangrijk dat we bespreken wat er de laatste tijd eigenlijk allemaal aan de hand is. Het fijne coronacrisis of de virus. Ik heb persoonlijk daar ook al de gevolgen van mogen ondervinden. Voor degene die nieuw zijn voor dit kanaal, ik ben foto- en videograaf van beroep als ZZP'er. En de eerste opdrachten begonnen mij eind februari, begin maart al af te vallen. En inmiddels is het zo dat de hele agenda gewoon compleet leeg is. Alles is geschrapt, alles is geannuleerd. En het ziet ernaar uit dat dat nog wel even zo blijft. Nou ben ik positief ingesteld. Ik geloof alweer dat het allemaal goed komt. En ik verwacht geen medelijden met deze video. Ik verwacht wel dat we allemaal ons steentje eraan bijdragen. Want ik zie helaas echt nog steeds te veel mensen dit gewoon een soort van behandelen als een soort van vakantietijd. Lekker er met vrienden en familie op uit. Doe het gewoon alsjeblieft niet. Blijf binnen en ga echt alleen naar buiten wanneer het echt niet anders kan. Dus eventueel voor boodschappen of eventueel echt om een ander te helpen. Maar dan nog, bewaar je afstand. En denk er alsjeblieft echt even wat beter bij na. Tot zover de serieuze noot. Laten we lekker aan de gang gaan in Adobe Lightroom. Mocht je helemaal nieuw zijn bij Lightroom, heb ik alvast een basiscursus Adobe Lightroom ontwikkeld. Die je vindt in de beschrijving ook van deze video. Ja, hij kost je een paar euro, maar daardoor help je mij enorm om juist in deze tijd dit soort video's te blijven maken. Ook al bestel je iets via de affiliate links die in de beschrijving van de video staan, al ga je uiteindelijk misschien een zak hondenvoer bestellen, het maakt niet uit. Het kost je niks meer of minder dan het normaal zou kosten, maar ik krijg een heel klein deel van die opbrengsten. Dat was het voor nu. Laten we lekker gaan beginnen met het bewerken van jullie foto's. De eerste foto is van Stef Mulder. Dat is gelijk een hele bijzondere, een of andere legersetting. Ik hoop niet dat het een echte legersituatie is geweest. Ik vermoed haast van niet, aangezien er een mannetje hier zonder legerkleding loopt met een Sony-camera zo te zien. En daarachter nog eentje met een vrij opvallende jas en denim jeans. Dus ik denk dat het iets van een evenementje was. Maar goed, alsnog een hele vette setting en die wil ik ook graag gaan versterken. Laten we even beginnen. In de presets van Rome zit in ieder geval heel veel groen tinten. Nou, ik denk dat ik, als ik even de rest ga bekijken, 2 en 3 hebben nu al mijn favoriet. 6 is nog niet eens zo gek. Ik hou hem even bij preset Rome 6. Gaan we ook gelijk de uitsneden aanpassen. Ondanks dat ik hem heel vet vind, zit er eigenlijk voor mij niet heel veel informatie hier zo aan die bovenkant. Dus ik ga hem omzetten naar een 4x5. Zodat in ieder geval de focus meer op die heren komt te liggen. Even kijken of er eventueel nog wat extra informatie in die boom zit. Ja, er zitten nog wel wat. De highlights kunnen we nog wel een klein beetje terughalen. Even twee keer op i drukken, zie ik ook dat het een CR2 is. Dus het is een RAW bestand, dus dankjewel. Stuur ook alsjeblieft altijd RAW bestanden. Tenzij het echt niet anders kan. Met een RAW kan je nou eenmaal meer dan met een JPEG. Ga gelijk even verder met wat kleuraanpassingen. En ik wil er denk ik gelijk ook alvast even een vette korrel in draaien. Om het nog even wat ruiger te maken. Voor mij hoeft het niet allemaal zo clean bij deze foto. Maar we gaan even de grain even lekker dik aanzetten. Hier zo, de size ook gelijk wat groter. Krijgt hij iets meer een analoog gevoel en nou ja, gezien de situatie mag het ook allemaal wel wat ruiger. Draai er nog een klein beetje vibrance in. Zo. Dan kan ik de clarity ietsje hoger. En ik ga gelijk even die foto importeren in Photoshop. Zodat we die mannetjes en die andere ongewenste elementen er allemaal uit kunnen halen. Laten we even beginnen om die mannetjes weg te halen. Want die zijn natuurlijk hetgeen wat het meest afleidend zijn. Op het moment dat je op de J-toets drukt, dan krijg je vervolgens het clone-stamp tooltje hier zo erbij. En dan kan je gelijk even zijn schoenen weg gaan halen. En dan gaan we gelijk even zijn arm en de camera en zo weghalen. Die verraden een beetje in welke tijdssituatie het gemaakt is. Hier zo achterin. Even dat mannetje weghalen met zijn mooie blauwe broek en opvallende jas. Die volgens mij nog staat te bellen ook. Jongens, jongens, jongens. Als we daar toch de oorlog mee moeten winnen. Zo, daar zien we helemaal niks meer van. Alsof die er nooit is geweest. En we gaan gelijk door naar de volgende foto. En die is van Rick Vos. En even serieus, wat is die gaaf. Echt
heel vet gedaan. Ik ben heel benieuwd waar die geschoten is. Ik zie gelijk al dat ik het vrij moeilijk ga krijgen qua bewerking. Omdat er is niet heel veel verschil tussen licht en donker. De olifant vooraan heeft natuurlijk veel meer informatie. En die is veel prominenter in beeld dan die olifant daar aan de rechterkant. Maar voor de rest zit er ook niet heel veel in qua kleuren. Je hebt alleen dat groen. En voor de rest, ja, die olifant heeft natuurlijk al niet heel veel kleur. Dus ik ga hier ook niet heel veel aan zitten versterken qua kleur. Ik denk zelfs dat als we zelfs naar de presets van Lightroom zelf gaan, dat het zomaar zou kunnen zijn dat zwart-wit wel heel erg vet kan zijn. Oei, black and white flat. Ik vind dat wel heel erg fijn worden bij deze foto. Ik ga hem zelf nog een beetje aanpassen. Ik ga kiezen de BMW, niet BMW, niet weer de dikke BMW jongens. Zoals jullie mijn vorige video hebben gezien, weet je wat ik daarmee bedoel. Dikke BMW! BMW flat houden we erop. Vervolgens gaan we hier nog even een klein beetje mee spelen. Ik zal nog een klein beetje texture erin draaien. Als we inzoomen is die echt perfect scherp. Dus dat is mooi. Clarity misschien een klein beetje opvoeren. Niet te veel. Kunnen we nog even kijken naar de dehaze. Nee, moet ook niet veel meer worden. Ik ga wel een klein beetje aan die highlights zitten. Zodat die bladeren iets minder uitgebeten worden. En je ziet ook dat er nog een klein beetje textuur dan terugkomt in het gezicht van de olifant. Postcrop vignetting met een paint overlay. Leggen we er overheen om te zorgen dat die hoekjes nog net wat donkerder worden. De verder wat hoger, zodat de overloop wat mooier is. Even beeldvullend bekijken. Ja, echt, echt heel vet gedaan, Rick. Deze foto is gemaakt door Olivier Bink. Ik hoop niet dat het in een populair windsportgebied is waar je, nou ja, hè, daar heb ik genoeg over gezegd in het begin van deze video, iets hebt opgelopen. Je ziet in ieder geval wel, want ik denk ook dat dit, ja, dit is ook een RAW foto, heel goed, dat daar nog heel veel informatie in zit. Want het lijkt nu een hele simpele, flatse foto, maar ik denk dat er nog heel veel informatie terug te halen is. Laten we even beginnen met de schaduwen. Je kijkt nu eigenlijk alleen naar de contouren van die bomen en ik denk dat daar nog wel wat in zit. Dus laten we eens even die schaduwen gaan opvoeren. Kijk, daar komt in één keer al heel veel groen tevoorschijn. Wel even opletten, we moeten natuurlijk niet te veel toevoegen, want anders krijgen we te veel ruis. Ja, het treedt al een klein beetje ruis op, maar goed, die kunnen we straks natuurlijk nog een beetje weg gaan halen. En als we gaan kijken naar de lucht, zien we dat daar niet heel veel spannends gebeurt. Kun jij natuurlijk verder niks aan doen, maar ja, als we ook de highlights een klein beetje terughalen, dan zien we dat er niet heel veel informatie zit. Laten we gelijk maar eens even een verloopfiltertje gaan toevoegen om te zorgen dat die luchten weer wat donkerder worden. Trekken van boven naar beneden. Kijk, komt die lucht er al wat veel verder uit te zien. Ik ga hem zo laten. Ik ben er helemaal blij mee. Ik hoop jij ook. De volgende foto is van Sander de Meijeren. Volgens mij is dit mijn geliefde stadje Rotterdam. Ik weet dat er nog een Rotterdamse foto aan zit te komen. En ook hier geldt dat er zit niet heel veel kleur al in. Dus ik kan proberen om daar eventueel nog een kleurtje juist aan toe te voegen. Het zou kunnen, maar ik denk dat we beter af zijn met zwart-wit. Dus ik ga weer even naar die black and white presets. En punch zag er op zich goed uit. Sepia, nee, geen sepia. Daar ben ik echt allergisch voor. Laten we eens naar punch gaan kijken. Ik vind hem wel krachtig. En voornamelijk omdat er dus nu geen textuur meer in die wolken zit, wil ik dat even gaan terughalen. Zodat we, ja, een beetje meer drama in die foto kunnen gaan krijgen. Dus ik ga dit tabbladje even dicht doen, zodat we die foto goed groot kunnen zien. Dan gaan we weer even met die verloopfilter werken. Dan gaan we eens even van de zijkanten een filter toevoegen. Kijk, daar zit er in één keer veel meer informatie in die lucht. En ook hier van boven. Ik moet wel gaan opletten, ik wil niet dat hij het gebouw gaat raken. Dus we gaan het op deze manier doen. Ik zie ook dat er een klein stofje op je sensor zit, Sander. Hier zo. Dus die gaan we gelijk even voor je weghalen. 1, 2, klik en weg is die. Heel goed. Klaar. De volgende foto is van Sen. Een hele vette sterrenhemel. Mooie bergen eronder. Je ziet dat je dichtbij in de buurt van een dorpje bent geweest. Heel klein huisje zit er nog bij en ja, je merkt dat er een soort van oranje waas een beetje door je beeld heen zit. Waarschijnlijk omdat je natuurlijk nog dichtbij stond. Dus als we twee keer op i drukken en dan zien we dat de belichting was 20 seconden. Ja, dan kan het inderdaad zo zijn dat die lichtvervuiling opgevangen wordt door je sensor. Laten we gelijk eens even kijken wat Lightroom er zelf van vindt als we op auto drukken. Dat ziet er in ieder geval aardig goed uit. Laten we gelijk even mijn favoriete slider, die haze, weer even omhoog gooien. Zodat er weer wat contrast bij komt. Ja, en dan wordt hij in één keer al een heel stuk lekkerder. Ik ga een heel klein beetje het geel eruit halen. Kijk, wordt het wit, wordt ook echt weer wit. En laat het oranje een beetje terugdraaien, zodat het niet helemaal meer zo aanwezig is. Ik ben
helemaal tevreden met deze foto. Kijk, dat is de tweede foto waar ik het over had. Mijn geliefde Rotterdam. Ik heb daar vrij dichtbij gewoond. Ik ben onlangs verhuisd. Ik vind het wel heel ironisch dat we nu dit beeld hebben. Zeker aangezien ze waarschijnlijk dus dat park ook weer gaan platgooien om daar huizen te bouwen. Dus nou ja, laten we er met z'n allen maar van dit moment nog even gaan genieten. Hij is trouwens van Sali. Dus dankjewel Sali. Ik ga er gelijk mee aan de slag. We gaan de verhouding een beetje aanpassen. Volgens mij heb je in 3x2 geschoten. En laten we dat vooral nu even gaan aanpassen. Dus het slotje gaat eraf en de bovenkant wil ik even ietsje zo doen, zodat we meer een liggend beeld gaan creëren. Ik denk dat ik hem zo mooi vind. We drukken op enter, is al best interessant. Laten we even door de presets heen gaan lopen. Ik denk namelijk dat deze wel heel erg fijn kan zijn qua kleur, omdat er heel veel blauw en groen in zit. Ik ga even naar de fall vibes. Oeh, 5, hallo. We gaan wederom de lucht weer even wat donkerder maken, aangezien we daar nu even een klein beetje overbelichting hebben toegepast. Zo, ik geef hem gelijk even ietsje meer verzadiging mee. En even wat algemene saturatie terug in de foto. Want die kleuren die zijn juist zo mooi, dus die mogen natuurlijk wel gezien worden. Hops, oké. Een klein beetje de schaduw omhoog halen, zodat we mooi die bomen blijven zien. De volgende foto is gemaakt door een bevriende fotograaf-cameraman. We hebben elkaar nog nooit in het echt ontmoet, dus misschien hierna. Ik noem je even bij je achternaam, meneer Bindels. Waar ik niet helemaal zeker weet hoe ik je voornaam uitspreek. Jaren. Sorry. We zien dat dit een gestitchte foto is. Je ziet namelijk in één keer die witte lijnen hier zo aan de zijkant. Wat ik wil gaan doen, is ik wil juist niet die zijkant eraf gaan snijden. Dat is natuurlijk de makkelijke weg. Dat gaan we nu even niet doen. Ik wil juist die witte gebieden gaan opvullen, zodat het een veel groter beeld gaat zijn. Dus laten we in eerste instantie even de kleuren op orde brengen en dan brengen we hem daarna in één keer naar Photoshop. Dus we drukken even op auto voor de kleuren. Mooi, die gaat al lekker de goede kant op. Ik vind dat er iets te veel schaduw er nu bij zit, dus die draai ik weer terug. Laten we heel even nog spelen met de blauwkleuren. Kijk, als je te ver naar links gaat, krijg je aqua. Dat is niet meer realistisch. En als je te ver naar rechts, zo, hallo. Nou, dat is een nieuwe poster voor de toppers, dat gaan we ook niet doen. Even kijken, klaar, een beetje blauw. Eenmaal in Photoshop zie je dus dat er geen witte randen hier zo zijn. We gaan even een stapje verder op dit kanaal. Ik ga jullie gewoon even laten zien hoe ik dat normaal gesproken zou invullen. We maken even een kopie weer van die laag door appeltje J in te toetsen. En we maken even een selectie van het rechtergebied. En dan gaan we vervolgens naar bewerken, vullen met behoud van inhoud. En dan kan ik daar aangeven wat ik precies van de foto in dat rechtergebied wil invullen. Zo, ik denk dat dit de juiste manier is. Dan druk ik gewoon simpelweg op oké. Hij heeft nog wat fouten gemaakt, maar goed, die kunnen we eventueel nog gaan rechttrekken. Laten we die laag even samen gaan voegen met de laag eronder. Dat doe je met appeltje E. En dan gaan we eens even kijken of we hier alles mooi kunnen maken. Levels, appeltje J, appeltje L, zeggen we automatisch. Klein beetje inderdaad contrast erbij, klein beetje weer de wittoon omhoog. En dan ben ik helemaal klaar, blij met deze foto. Er zit één persoon in deze video die heeft het geluk, die is 2 keer geselecteerd. Komt omdat hij 2 totaal verschillende foto's had ingestuurd en ik ze allebei wel heel erg vet vond. Dus wederom, Sen, die heeft namelijk ook nog eens een keer de mogelijkheid gehad om een hele vette groen met zwart Porsche GT2 RS te fotograferen met gouden wielen en gele remklauwen. Wauw, een hele bijzondere combinatie. Zo te zien is het echt een typisch Nederlands dijkweggetje. Ik vind het rode bord hier zo'n beetje irritant, dus die gaan we lekker weghalen. Wel fijn dat het met onscherpte is gewerkt, we gaan even kijken. Die vraagt maar 1.4, zo, daar had er zin in. Nou ja, gaan we lekker mee spelen. Oké, dan gaan we weer kopiëren, even de levels controleren. We kunnen het licht een klein beetje opvoeren. Zo, er zit hier iets wits op de grond, dat gaan we even weghalen. Vind ik niet heel fijn, leidt een beetje af van die mooie auto. Ik vind het wel gaaf juist dat je echt duidelijk kan zien dat er mee gereden is. We gaan gelijk even door naar dat verkeersbord in de achtergrond, die irriteert mij echt mateloos. Gaan we even het riet gebruiken om er overheen te leggen. Zo. Ik ga de foto verder helemaal zo laten. Ik ben helemaal blij met hoe de kleuren nu zijn, hoe het contrast nu is. Normaal gesproken zou ik misschien nog even die elektriciteitsdraden weghalen, maar
Dat is een klein puntje. We gaan gewoon lekker door naar de volgende foto. Ja, die is wel heel bijzonder. Een negatieve scan. Daar ga ik niet heel veel in doen in Lightroom. Daar heb ik even wel Photoshop bij nodig. Nou, ik denk dat hier niet heel veel mee valt te doen. Maar dat is eigenlijk nog verbazingwekkend makkelijk. We kopiëren weer de laag, appeltje J. Doe je gelijk een appeltje I. Draai hem om, dan zie je in één keer al veel meer. En vervolgens doen we Alt-Shift-L. Krijg je de levels automatisch. En vervolgens is hij met dus twee drukken op de knop is hij helemaal klaar. Het sfeertje vind ik weer heel erg lekker. Dus zullen we ook weer even een uitsnede gaan maken. Ik heb expres even wat blauwer gemaakt om juist even meer die koude, kille sfeer te versterken. Er zit hier trouwens een klein krasje. Die halen we gelijk maar even weg. En er zit er nog eentje. Klein beetje ruis. Vervolgens hierboven ook nog een paar. En dan ben ik helemaal blij hoe deze is geworden. Ik ga hem opslaan. Dat was het in ieder geval voor deze video. Heel erg bedankt voor het kijken. Laat even in de reacties weten wat je ervan vond. Druk ook even op die abonneerknop. Mocht je geïnteresseerd zijn in die cursus Adobe Lightroom, de link staat in de beschrijving. Pas een beetje goed op elkaar en dan zie ik je heel graag weer in de volgende video. Doei!